Ja, het is een ontroerend schouwspel op dit moment, luisteraars. En ik wil het u graag beschrijven. Jan Jansen, die op het ogenblik verdrongen wordt door de journalisten, door de persfotografen. Die straks misschien nog op de schouders gaat worden gehesen. Jan Jansen, die voor de tv-camera's vandaan wordt gesleurd. En iedereen die hem wil spreken, die hem wil hebben, die heeft zijn handen te wanhoop. Want Jan Jansen is de winnaar van de Tour de France 1968. Zelfs nog met ruime voorsprong op Herman van Springel, die in de laatste fase inderdaad in elkaar is gestort. Zijn energie en zijn krachten moeten zijn opgebruikt. Herman van Springel, de revelatie toch wel van deze Tour de France, heeft tenslotte het hoofd moeten buigen voor Jan Jansen, die volledig kapot ook is, volledig aan het einde, maar ontroerd en daarom helst voor de Rob Geldermans. En Jan Jansen heeft gisteravond nog gezegd, als ik de Tour de France win, dan heb ik dat met vier man gedaan en mijn eigen ploegleider Rob Geldermans. En als ik dan denk aan Kees Pellenaars, en op dit moment moet ik eraan denken dat Kees Pellenaars gezegd heeft dat je beter zijn grootmoeder kan sturen om een Tour de France te winnen, dan zeg ik, mijn dames en heren, dan is dat een misvatting geweest van Kees Pellenaars, want op dit ogenblik gaat Jan Jansen Rob Geldermans op de schouders van een schare supporters die hier meegekomen is naar Frankrijk. Jan Jansen.